Leuk vooral. En ook wel een beetje glad, want iedereen gleed op een gegeven moment uit. Het ging er ook aardig ruw aan toe, moet ik zeggen. De scheidsrechter liet alles toe. Dus vol met slidings. De mensen hadden moeite om zich staande te houden. Nou hebben politici wel vaker moeite om zich staande te houden, maar vandaag was het wel heel nadrukkelijk. De stand blijft daardoor 4-4. Shuffeltje hier aan de rechterkant. Ja! Heel mooi doelpunt. Een of andere van doelpunt.nl. Prachtig gedaan. Door samen te sporten laat je wel zien dat je een team kunt zijn, terwijl je tegelijkertijd heel anders in het leven staat. We kennen elkaar nauwelijks. We kennen elkaar alleen in de bankjes van de Tweede Kamer. Hier kom je met collega's op het veld te staan die je nog nooit een bal hebt toegespeeld. Maar nu doe je dat met veel overtuiging wel. En ik moet zeggen, het schept wel een band. Een korte bal, een hele korte bal. Ik ben vanmiddag bij een debat geweest om te praten over het belang van onderwijs, jongeren, iedereen kan meedoen, sporten. En dat, ja, ik vind zo'n dag is wel goed omdat het laat zien wat het belang van sporten ook kan zijn. Uiteindelijk hebben de Kamerleden gewonnen op basis van techniek en op basis van uithoudingsvermogen. Want 2 minuten voor tijd stonden de journalisten nog voor met 5-4. En de Kamerleden hadden iets meer volharding en wonnen met 6-5.